Welkom bij weer een nieuwe vlog. Terwijl Lise even haar haar uit goed doet. Ik zit hier met Lise in de auto onderweg naar München. We gaan naar het EK Atletiek, een weekendje op uitnodiging van de Atletiek Unie samen met Running Direct. En om even het verhaal compleet te maken, ik zit hier dus niet met Maartje, maar met Lise. Voor iedereen die denkt dat het Maartje is, tweelingzus van mijn vriendin. En zij is eigenlijk mee omdat Jip, die werkt bij Running Direct. Dat is eigenlijk ook een beetje mijn collega waarmee ik samenwerk met Running Direct. En Lise is de vriendin van Jip en dat is dan ook weer het tweelingzusje van mijn vriendin. Dat is een beetje het verhaal daarachter. We zijn dus onderweg naar het EK in München. We hoeven nog maar iets meer dan 200 kilometer. We zijn er over twee uurtjes. Tenzij Lise heel hard doorrijdt, dan kan het misschien iets sneller. Ja, we gaan lekker genieten, een weekendje van het atletiek. Morgen geef ik een clinic bij de stand van Blackroll voor de partners van de Atletiek Unie. Het is erg leuk om een weekendje mee te gaan met z'n allen daar. We gaan een mooi weekendje voor maken. Dus ik neem jullie weer mee in een leuk weekendje München. 9 uur verder. Helemaal gaar. Ik dacht het wel even in 6 uurtjes te kunnen doen, maar dat was helaas druk. Veel mensen op vakantie, denk ik. We zijn aangekomen. Hotelkamertje. Helemaal goed gekeurd. Kunnen we wel 2 nachtjes vertoeven. Ik wil even afspreken met de rest in de lobby en dan ga ik jullie meenemen in het avondprogramma. Zo. Welkom bij mijn TikTok. Samen met Jip. Ja, ik wil nu toch aan het vloggen zijn. Ik zag een filmpje op jouw TikTok van Superbron gesponsorde Nike Pegasus voor de lancering. Die heb jij gewoon van Running Direct gekregen. Dat klopt inderdaad, maar omdat jullie geen TikTok hebben, kan ik jullie ook niet taggen. Heb ik jullie toestemming om in de vlog te komen? Ja, zeker. Ja. Dat zal ik ook doen als ik heel interessant naar dingen wijs en ja, aan het stellen ben over virus. Dat is niet normaal. Ja. Onderweg naar de metro, richting het stadion. Even de bol kijken. Hoppatee. Ja. Kijk wat over de auto. Jesse Klaver, toch? En Jesse Klaver, ja. Onderweg naar het stadion. Uiteraard met Jip. Wat heb je voor jasje aan, jongen? Runclub Running Direct. Gaan we weer even groot maken in München. Runningdirect.de voor de Duitse liefhebber. Kijk. Onderweg naar het stadion. Een reis van weer een uurtje erop zitten ongeveer. Met de metro. Mondkapje op. Ja, dat zal wel wennen. Dat zal zeker omdat we hier niet gewend zijn. Hier is misschien een leuke even te filmen. Hier zijn we, waar het allemaal gebeurt, jongens. Het stadion van München. Dus niet de Allianz Arena, veel mooier stadion. Ik ben hier met Hooligan Jip. Nee, maar vertel, wat staat er vanavond op het programma? Tony hebben we net gemist. Tony is nu bezig, dus daar gaan we zo de uitslag van zien. Ja. Maar uiteraard natuurlijk gaat Femke Bol haar tweede medaille pakken. Althans haar tweede gouden medaille. De kans is heel groot. Ik ga ervan uit. Maar dat gaan we zo zien, dat gaan we zo live meemaken. Daarnaast zien we ook nog Lieke Klaver. Ja. Op de 200 meter. Lichte verrassing na de 400 meter dat ze al in de finale stond. Dus die kan vooral gaan genieten, kijken wat het wordt. En daarnaast gaan we nog wat andere leuke onderdelen kijken, zoals de steeple. En dat is het volgens mij. Ja, en nog wat andere finales waar geen Nederlanders in voorkomen dan. Maar ja, kijk vooral even hoe mooi het hier is. En leuk, ook voor jou de eerste keer het stadion, toch? Eerste keer het stadion, eerste keer überhaupt op een EK. Dus, althans, ik heb 1 keer meegedaan met de Europa Cup 10.000 meter. Ik zou natuurlijk maandag moeten starten hier, maar dat is er helaas niet van gekomen. Dus nu vooral even genieten van andere atleten en dat zal uiteraard extra motiveren om de volgende EK er wel bij te zijn uiteraard. Ja, zeker, daar gaan we ook absoluut voor. Zeker. Filmen, nu wel. Oké, jullie kunnen naar binnen lopen. Oh, we krijgen nu de kaartje overhandigd, jongens. Speciaal momenten. Als je meedoet, had je geen kaartje hoeven hebben. Hè? Nee. Als je meedoet, had je geen kaartje hoeven hebben. Nee. Wel hiervoor. Ja, dat is wel. Dan had ik dinsdag al naar huis gemoet. Wie zijn allemaal naar huis? Kaartjes binnen. Ja, echt vet, hè? Ja.
Zo, we zijn weer thuis. Schitterend weekend gehad in München. Met natuurlijk prestaties van Femke Bol die er bovenuit stegen. En wat me vooral, het motiveert me vooral om eigenlijk gewoon weer door te gaan, zeg maar, met waar ik gebleven was. Dus het wordt tijd om weer fit te worden. Nou ja, er zijn weer wat hardlooptrainingen in de benen. Nog niet waar ik wil staan, maar we zijn denk ik op de goede weg. Dus ik hoop dat ik in de komende maanden ook een wedstrijdplanning met jullie door kan nemen. Om te kijken welke wedstrijden komen eraan en bij welke wedstrijden kan ik weer fit zijn. Dus daar zal ik jullie binnenkort ook in meenemen in mijn wedstrijdplanning. Maar ik zal jullie ook natuurlijk wat meer meenemen in mijn trainingen. Mede dankzij deze nieuwe camera kan ik dat allemaal nog beter vast gaan leggen. Dus dat ga ik de komende tijd doen. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. Duimpje omhoog. En ik zie jullie bij de volgende video.